Lens Duipstein, we staan hier na de gewonnen uitwedstrijd tegen Telstar. Uh, jij tekende in de 80ste minuut uh, voor de 0-1. Uh, laten we eens beginnen met die goal. Uh, hoe uh, zou jij die willen omschrijven? Nou, uh, het ging eigenlijk voor mij gevoel heel snel allemaal. Ik durf eigenlijk niet eens met zekerheid te zeggen van wie ik hem kreeg. Ik dacht Jochem. Uh, en ik schrok eigenlijk een beetje van hoeveel ruimte ik kreeg van de, van de verdediger. Omdat ik hem eerst wilde terugleggen op, volgens mij, Ilias die doorliep. Uh, maar wat ik zeg toen ik uh, het gevoel had van, hé, hey, ik kreeg best wel wat meer ruimte dan ik dacht. Dat ging ik naar de goal en, uh, en uithalen, en hij valt binnen, dus een heerlijk gevoel. Heerlijk gevoel, dat uh, deel jij met uh, de massaal meegereisde uitvans uh, uit Almere. Wat maakte je bij hen los, uh, zag jij? Uh, Emotie, vreugde, een uh, heerlijk gevoel, denk ik. Ik moet zeggen, ik vond de support sowieso geweldig. Uh, als je op de bank zit dan krijg je net, net nog iets meer mee dan, uh, dan wanneer je speelt. Dus het uh, was mooi om te zien dat ze met een grote groep ons eigenlijk de hele wedstrijd uh, uh, supporten. Het, het voelde soms zelfs een beetje als een thuiswedstrijd. Dus ook, uh, ook complimenten aan hun. Zij hebben ons ook uh, door die wedstrijd heen geholpen. Dan eventjes naar het begin van de wedstrijd. Almere City FC begon goed aan de wedstrijd, zakte daarna wat in. Hoe heb jij het begin van deze wedstrijd beleefd vanaf de bank? Uh, nou, Precies zoals je zegt eigenlijk. Ik vond het een heel goed begin, heel fel. En uh, zaten er gelijk goed in. En daarna zakte het een beetje weg. Werd het een beetje evenwichtig, allemaal. En. Uh, ja, dan, uh, dan, dan was het ietsjes minder. Maar ik vond ons over het algemeen wel de bovenliggende partij. Dus uh, ik denk, al met al, wel uh, verdiende overwinning. Uh, Telstar is inderdaad uh, zeker de tweede helft niet ontzettend gevaarlijk geweest. Wellicht op die uh, slotminuten na. Uh, toch uh, spelen jullie die slotfase met tien man. Want Damien van Brug ontvangt een rode kaart. Hoe heb jij uh, dat moment meegekregen? Uh... Nou ja, uh, volgens mij was het nog maar 5-6 minuten te spelen ongeveer toen hij die rode kaart kreeg. Dus dan weet je gewoon dat het tegenhouden wordt: ballen wegschieten. Uh, proberen zoveel mogelijk tijd ergens te winnen: ballen in de hoek, strijden voor twee mannen, rennen, noem maar op. Maar uh, ik kan daar niemand in iets kwalijk nemen. Iedereen heeft keihard, ge keihard gewerkt deze wedstrijd. En uh, ook met 10 man, wat ik zeg, was het echt even tegenhouden, even volhouden, tijd door doorspelen. En, uh, maar ja, dat hebben we goed gedaan. Dus, uh, heel blij. Het waren jouw eerste minuten na jouw blessure. Ik denk dat je blij bent om weer terug te zijn in het elftal. Absoluut. Uh, daarvoor ben je toch voetballer. Uh, het is niet dat ik uh, negen maanden eruit ben geweest, dus uh, het is ook nog wel redelijk snel gegaan, uh, zes weken. Maar ja, het, is wel, uh, het was een kleine blessure, maar wat ik zeg, je bent toch zo zes zeven weken verder. Maar ik ben gewoon heel blij dat ik weer uh, lekker mag voetballen. Dan uh, is er eindelijk daar uh, na zeven minuten blessuretijd het uh, laatste fluitsignaal van scheidsrechter verrijken en wordt het feestje gevierd uh, met het uitvak. Ja, geweldig. Echt, echt heel mooi kippenvel. Daar nou doe je het voor om, om het met de fans te vieren. Wat ik zeg, de support was de hele wedstrijd al geweldig. En dan, dan verdienen, zij, verdienen zij het zeker om met hun, met hun de drie punten te vieren. Dus dat was heel mooi. Dankjewel voor je tijd en een goede terugreis naar Almere.